Actrice Jenny Tange is overleden. Ze was 82. Jenny Tange is bekend van het theater, maar vooral van haar rollen in talloze televisieseries. Haar tv-carrière begon in de jaren 60 en haar laatste grote rol op tv speelde ze in FC De Kampioenen. André Vermeulen maakte een overzicht. Ah, dag meneer Pastoor. Je bent weer op een gewone dag gekomen, zie ik. Mag ik niet komen wanneer dat ik wil? Hier waarde moeder Jacint. Natuurlijk, meneer Pastoor. Jenny Tange als moeder Cent in Wijheren van Zichem. De tv-serie van de BRT die in 1969 heel Vlaanderen aan de buis kluisterde en daarna ook Nederland. Het blijft Jenny Tange's bekendste rol. Die moeder Cent die ging dus bij de mensen aan huis. Die was sociaal geëngageerd en al. Want veel mensen zeggen dat was zo'n stoute non. Nee, ze was niet stout, maar haar colère was eigenlijk dat die pastoor te traag was. 25.000 frank op de kop af. Jenny Tange was ook het legendarische konijnenwijf Colletje in het feuilleton De Filosoof van Haghem. Een listige vrouw die uit was op het geld van twee ongetrouwde broers. Die kon een volksfeuilleton spelen, maar ik heb ze in zo'n formidabel bordel, daar stuk van Ionesco, die meid zien spelen. Ongelooflijk klassiek werk ons aan. We hebben de Warner mee gedaan, het was een allround madame. Met onder meer de broers Verret speelde Jenny Tange ook in De Collega's, een superpopulair feuilleton eind jaren 70. En ik ga hem overschreven, goed geweten. Ze was er secretaresse Jenny van Yes, een van de vele bazige vrouwen die ze op tv speelde. Als we nu met hem praten en in ons hart blootleggen. Dat kan ik niet. Doen alsof wij er helemaal kapot van zijn. Ik kan dat niet. Een van haar laatste tv-rollen was de moeder van DDT in FC De Kampioenen. Doe wat je niet laten kunt. We moeten verlegen zijn. Mijn moeder zo willen bedriegen. Aan tafel. Straks wordt ons eten nog koud met al die flauwekul. Ja, dat zou zonde zijn van die goede spruiten, hè. Aha. En je mag ze precies. Zes jaar geleden trouwde Jenny Tange nog met de man met wie ze al 30 jaar samen was. Als eerbetoon aan Jenny Tange zendt één vanavond een aflevering uit van De Kampioenen met haar. En die is te zien vanavond na het late journaal.